Het is vandaag 24 februari 2022, de dag dat wij de eerste editie hebben van Tech Jam. Het technologische, creatieve festival op het Grafisch Museum Rotterdam, georganiseerd door Bas Tiemes. En Bas heeft mij gevraagd om het een en ander te praten hier op dit festival. Uit naam van Softalk, mijn YouTube-kanaal, wat ik eigenlijk wel wekelijks bijhoud met leuke nieuwe content. Eerst maar even netjes voorstellen, dat is wel zo tof natuurlijk, als netjes. Mijn naam is Matthijs Klaasner en ik ben docent media vormgeven. Het liefst in de tak van motion design. Als het beweegt vind ik het vaak al leuk. Maar daarnaast ben ik ook Adobe Education Leader. Een hele belangrijke rol voor mezelf en voor school. Want daarmee zit ik vooraan bij Adobe. Krijg de eerste nieuwe features. Soms zelfs heel erg classified, waardoor ik er echt nog niks over mag zeggen. Maar daarmee kan ik wel alvast gaan voorwerken op het curriculum. En alvast een bepaalde richting inslaan. Wetende wat er al aan gaat komen. Dus dat is belangrijk ook voor het GLR. Daarnaast vind ik het heel erg belangrijk om mezelf te certificeren in diverse software van Adobe. Dus ik ben Certified Expert voor bijvoorbeeld Premiere Pro, maar ook specialist in Visual Design en Motion Design. En dat zijn ook de certificaten die ik mijn studenten aanraad om te gaan behalen. Want die Adobe Specialist certificaten die kan je bij ons op het GLR bemachtigen wanneer je gewoon lekker comfortabel, zeker voelt in de Adobe software. Ja, en met zo'n certificaat, zo'n badge achter je naam, is dat echt wel een pluspunt wanneer je op stage wilt gaan en die mooi op je cv kan plaatsen. En daarmee zet eigenlijk Adobe een stempel achter je naam met een soort van approved. Deze student kan prima en zelfstandig de software gebruiken en er dus ook mooie dingen mee maken. Het is belangrijk hoor, dat certificeren op school, om dat in je pocket te hebben. Dus ben je student op het GLR en wil je daar meer over weten, stuur maar even een berichtje. En daarover gesproken, berichten sturen of me volgen is natuurlijk heel goed mogelijk via deze socials. Facebook / Klaasner. Klaasner kan je eigenlijk achter alle social media platformen wel plaatsen, want het is een beetje een unieke naam. Dus ook op LinkedIn kan je me connecten. YouTube zou ik het heel erg tof vinden als je mijn filmpjes gaat liken en subscriben, want dan mis je geen enkele nieuwe video. Dus daar kan je me vinden op Softalk. Instagram, daar vind je me onder m.klaasner. Daar was Klaasner al wel bezet, verdorie. Bas vond het heel erg tof om op de website van TechJam ook mijn grillmeester account te gaan plaatsen. Grillen doe ik heel erg graag, barbecuen. Naast het alsmaar online zijn, alsmaar met de laptop bezig zijn. Door de week doe ik mijn laptop open en in het weekend doe ik het liefst mijn barbecue open. En dan maak ik de meest lekkere dingen, probeer ik me daar heel erg bekwaam in te maken. Dus wil je daar meer over weten, grillmeester op Instagram, dan weet je alles. Bas, nog bedankt ook voor het uitnodigen hier op TechJam. Vind ik erg tof om te praten over wat eigenlijk Bas, wat wilde je eigenlijk van mij? Iets met toekomst en iets met Adobe en wat mijn idee daarbij is. Dat geeft me natuurlijk wel een handvat om alvast mee te gaan stoeien. Maar voordat je het over de toekomst kan hebben, is het ook belangrijk om terug te kijken naar wat was het ook alweer in het verleden. En mijn wilde grijze haren verklappen al dat ik al enige tijd meega. En dus ook al een dikke, 30 jaar zo'n beetje bezig ben met Adobe. Toen ik vroeger op het LTS zat, ook op het Grafisch Museum Rotterdam, dat is de voorloper van het VMBO. Toen raakte ik in aanraking met ik denk versie 1.0 of misschien iets daarna van Photoshop. En daarmee werkte ik op een oude Macintosh SE met Photoshop geladen vanaf een diskette. En ging ik in zwart-wit een prachtige kleurde foto bewerken en vrijstaat maken. En ik weet nog één opdracht. Dat was het vrijstaat maken van een motor met spaken in de wielen. Dat was best een uitdaging. Dat moest je met het lasso-gereedschap doen en dan ging je maskeren. Een mega klus waar je een menig uurtje mee zoet was om het voor elkaar te krijgen. En zeker als dat een keertje misging en weer opnieuw moest beginnen. Drama. Maar dat was de manier van werken toen de tijd. En daar was je heel erg happy mee, want iets anders was er nog niet. Op een waanzinnig duurde computer. Echt vele duizenden euro's kostte zo'n Macintosh. En dat was ook eigenlijk de enige versie computer waar Adobe Photoshop op draaide. Want Windows die moest wachten op versie 2.5. En daarmee konden wij dus op Windows pas met Photoshop gaan stoeien.
sinds de tijd dat ik Adobe ken en behoorlijk aan het volgen ben, zit het vooral in de kracht om iedereen te gaan beïnvloeden om iets met creativiteit te gaan doen. Want creativiteit verbindt ons. Daar kunnen we hoop uit putten en we kunnen elkaar ook inspireren door middel van creativiteit. En eigenlijk wil Adobe, Adobe is natuurlijk ook gewoon een bedrijf, wil het liefst zoveel mogelijk software gaan verkopen. Het eigenlijk voor iedereen makkelijk maken om iets creatiefs te gaan doen. Dus ook degene die niet zo heel erg kundig zijn in software, ja, toch ervoor te zorgen dat je er wat mee kan. En elkaar dus gaat beïnvloeden, gaat inspireren door middel van storytelling. Want dat zijn we in feite allemaal. Storytelling is hot en zal het ook zeker blijven. En wat ik in mijn lessen belangrijk vind, is om daar ook een soort van awareness omheen te bouwen. Dus hier zie je een shot uit een opdracht waarbij we een video maken met Adobe Premiere Rush. Ook een van de nieuwste tools van Adobe, nog maar een paar jaartjes jong. En met Rush probeer ik dan met studenten een video te maken die ons aware maakt van de ellende in de oceaan met al het plastic wat er aan de hand is. En maak nou een social video die je heel snel eruit kan gooien, maar er toch tof uitziet om anderen misschien tot nadenken te laten gaan en gewoon een flesje weg te gooien of het statiegeld te gaan innen in plaats van het zomaar loslaten in de natuur. Dus hopende zo ook iets te doen met de awareness om je heen, iets voor een betere zaak. Daar kan je natuurlijk heel goed software voor gebruiken, iets creatiefs voor maken. Dus creativity for everyone, dat is echt wel het ding wat centraal staat bij Adobe. Als ik nu terugdenk aan die Mac SE waar ik vroeger op werkte, die vele duizenden euro's kostte, ik noem het nog maar een keertje. En als we dat nu bekijken, best wel wat jaartjes later, en dan komt een heel tof effect. Die moet ik er gewoon bij doen, dat vind ik het leukste effect in mijn keynote. Als je nu kijkt wat je nu in je broekzak hebt zitten, ja, je mobieltje, wat voor merk je ook hebt, zal veel meer kunnen dan die Mac van vroeger, dus zo'n 30 jaar geleden. Vele malen minder kosten, nog steeds wel een duur apparaat natuurlijk. Maar als je ziet wat die allemaal kan en dat je dat gewoon altijd bijdraagt in je broekzak, ja, dat is wel heel erg tof. En doordat iedereen dus zo'n machine bij zich heeft die alles kan, wil Adobe daar ook inspelen en ervoor zorgen dat je ook echt daadwerkelijk alles kan maken zonder al te veel gedoe. Natuurlijk kan het ook op je laptop of op je tablet, en dat is ook een beetje de reeks waar we op ons gaan focussen. Als je kijkt naar het voorbeeld van Adobe Premiere Rush, dan zou je heel goed kunnen gaan schieten met Rush op jouw mobieltje, gaan monteren in de trein als je op weg bent naar school op een tablet en vervolgens netjes afmaken op een machine op school. Dus cross-platform kan je aan al jouw mediaprojecten gaan werken, en dat is wel heel erg ideaal en heel erg tijdbesparend. Wat daarnaast ook heel belangrijk is dat iedereen iets moet kunnen gaan maken. En dan wil je eigenlijk graag dat de software met je mee gaat denken en alvast dingen voor je gaat doen, zonder dat het jezelf al te veel moeite gaat kosten. En dat noemen we binnen Adobe Sensei. Adobe Sensei is de artificial intelligence die je in bijna alle, nou misschien wel alle software van Adobe tegenkomt. Het meest mooie voorbeeld is al Photoshop. Daar zit al heel veel artificial intelligence in. Maar ook in After Effects vind je dingen terug. Ja, in heel veel tools komt dat gewoon keurig netjes naar voren. Software die met je meedenkt. Tijdbesparend en het maakt het makkelijker. Het beste kan je het eigenlijk gaan bekijken naar drie pijlers eigenlijk binnen Adobe, is dat je ervoor gaat zorgen dat het makkelijk te gebruiken is, ease of use, dat je heel goed kan samenwerken, hè, dus collaboration is een belangrijke topic als we kijken naar de toekomst, en je moet eigenlijk altijd en overal bij je spullen kunnen. Online op alle devices is dat ook een belangrijke. Laten we eerst even kijken naar de eerste pijler, naar het ease of use. Ja, en zoals ik al zei, dat kunnen we het beste gaan doen in Photoshop aan de hand van een aantal voorbeeldjes.
Goed, dus laten we eens gaan kijken naar die Artificial Intelligence binnen in Adobe Photoshop. Ik heb hier twee hondjes staan, twee hartstikke leuke schnauzers. En die wil ik graag gaan selecteren. Maar ja, dat is best wel een beetje een gedoe als je dat handmatig wil gaan doen. Ja, en gelukkig hebben we al een poosje onder de Magic Wand en andere selectietools de Select Subject staan. Dat is al een heel ideale manier om iets te gaan selecteren. Maar wat er nog meer nieuw binnen is in de laatste versie van Adobe Photoshop, 2022 dus, dat is de Object Selection Tool. Nou, die Object Selection Tool is heel erg gebaseerd op dat Artificial Intelligence. Dus je ziet hier bovenin ook de Object Finder staat aan. En hiernaast zie je een tandwieltje wat continu aan het draaien is wanneer die aan het kijken is naar wat voor objecten zijn er nou precies in deze scène te zien. Nou, hij is inmiddels al niet meer aan het draaien, zo snel ging het. En ik zie dus als ik met mijn muis hover over de objecten die in mijn foto zitten. Ja, deze hier achterin vind ik niet zo heel interessant. Het gaat me om die hondjes. Dan zie je dat hij daar een hele mooie selectie van maakt. Hè. Laat hij een blauwe overlay zien. Dit is mijn selectie. En zelfs het grappige vind ik dat hier onder het gras door is verstopt nog een stukje staart. En ook dat pakt hij mee met die Object Selection Tool. Nou, dat vind ik wel heel erg vet. Hoe werkt dat dan nou precies? Nou ja, wanneer je het object hebt geselecteerd wat je wil hebben, dan klik je erop. En dan maakt hij er een marquee van. Dus dan gaat hij een selectie eromheen bouwen en hebben hem te pakken. Ja, en met Shift erbij zou je natuurlijk nog de andere hond erbij kunnen klikken. Met Alt of Option op de Mac kan je hem er weer afhalen. Allemaal geen enkel probleem. En wanneer je hem dan ook vrijstaand zou willen maken, dan zou je hem natuurlijk kunnen gaan maskeren met Select and Mask hierbovenin. Krijg je je maskerinstellingen te zien. In dit geval kies ik altijd eigenlijk voor rood, is niet geselecteerd. Dit is prima. En dan zou ik hier vrijstaand kunnen maken door middel van helemaal onderin, valt een beetje uit mijn scherm, een layer mask. En als ik daarvoor kies voor oké, okay, dan heb ik mijn selectie gemaakt en kan ik hem dus kan ik er van alles mee gaan doen. Maar wat nog toffer is met deze object selection, is dat ik nog even een stapje terug ga met command of control Z, is het gaan naar die binnen het layer menu. Daarin zit mask all objects, ook een relatief nieuwe tool. Mask all objects gaat dus uit van alle objecten die in jouw scène zitten. Daar maakt hij mapjes van met in die mapjes het masker. Dus ja, hierbovenin zit nog steeds die bakje achterin. Ja, ik heb geen idee wat het precies is. Misschien een compostbak of zo. Die vind ik niet interessant, dus die kan ik er gewoon weggooien. Weg ermee. Maar er hangen nog twee mapjes over met twee maskers, waarin ik dus mijn color correction zou kunnen doen. Dus ik wil bijvoorbeeld deze hond aan de linkerkant ook ietsje donkerder maken, dat hij beter matcht met die aan de rechterkant. Ja, gooi gewoon lekker een brightness en contrast adjustment layer binnen in dat mapje. Speel wat met de brightness. Ik ga het een beetje overdrijven, maar dan zie je dat duidelijk hier de linkerhond anders wordt dan de rechterhond. En dat allemaal op basis van maskers. En dat is ook wat ik in mijn lessen aangeef. Altijd zorg dat je non-destructive werkt, dat je altijd terug kan naar het origineel. Nou, dat kan prima op deze manier van werken met maskers en die adjustment layers. Dus dat is al een heel kernachtige manier van het toevoegen van Adobe Sensei binnen in Adobe Photoshop. Maar het kan gekker. Colorize. Misschien een herkenbare foto, maar dit is van dik 100 jaar geleden toen de Spaanse griep over de wereld heen ging. En daar hadden ze natuurlijk ook de foto's met de mondkapjes. Er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd in die goede 100 jaar. Wear a mask or go to jail. Nou, duidelijke taal. Ik wil graag zien hoe die foto eruit zou zien wanneer die ingekleurd zou zijn. Kan je natuurlijk al heel lang doen in Photoshop zonder problemen. Maar ja, als je dat handmatig bedoeld, ben je best wel een beetje Ravensburger-achtig bezig. Heel veel kleuren. En natuurlijk kan Photoshop daarin ook heel veel betekenen met de neural filters hebben ze die genoemd. Zit er al een poosje in, maar daar wordt behoorlijk op geïnvesteerd. En daar is echt die Adobe Sensei heel flink bezig. Dus we pakken de neural filters erbij. Die komen er in een apart panel bij. Er zitten een aantal die featured zijn. Die zijn al helemaal door het beta-programma heen. En zijn zoals ze bij Adobe zouden willen. En daaronder zitten er nog een aantal die in beta zijn. Daar moet je vooral lekker mee gaan testen. Want als je test, komt die informatie bij Adobe binnen. Wordt het eigenlijk allemaal een stuk beter. Dus de tool, zoals hoort bij Artificial Intelligence, leert van jouw handelen in de software. Maar in dit geval gaat het om Colorize. Dus we willen de kleurfoto gaan maken. Dus we zetten het schuifje aan. Hou er wel rekening mee dat je altijd dat zo'n neural filter, als je die voor het eerst gebruikt, moet gaan downloaden voordat je hem in actie ziet. Maar hier zie je al, er valt toch wat op aan te merken, maar
behoorlijk goed ingekleurde kleurplaat. En ja, ik zie hier dat de rode jurk overloopt in een grijs-zwartige jurk. Ja, het is een beetje de vraag van wat was het nou precies? Nou, laten we kijken of we deze jurk wat donkerder kunnen gaan maken, wat zwarter kunnen gaan maken. Nou, in deze thumbnail kunnen we een focal point aanmaken. Die ik wat donkerder zou willen hebben. Wel een beetje in de blauwtinten. Dus een beetje blauwig donkergrijs. Ik kies hier voor oké. En vervolgens maak ik nog een focal punt hier onderin aan. Hier onderin in de jurk. Die krijgt hetzelfde kleurtje mee. En je ziet dat die dan heel mooi netjes bijtrekt. Nou, ook hier zouden we nog wat dingen kunnen wegwerken. Maar ja, dan ben je eigenlijk al klaar met het voorzien van jouw kleurplaat. En als je dan hier naar onder gaat scrollen aan de rechterkant. Dan kan je aangeven of je blij bent met het resultaat. En als je kiest voor ja. Nou, dan weet de AI, Adobe Sensei, dat het goed is gegaan. En kan hij wat gaan doen met die informatie. En nee, ja, dan kan je aangeven waar je dus niet zo tevreden over was. Dan leert hij ook weer van. En dan wordt het allemaal beter. Ik kies voor oké. En nu hebben we een nieuwe laag erbovenop waarin die kleurcorrectie is aangebracht. En we hebben een hartstikke toffe plaat. En zien we kleurrijk hoe het er toen aan toe ging met die Spaanse griep. Kan het nog gekker? Ja, het kan nog gekker. We blijven in de neural filters hangen. En wat ook hangt is het vliegtuig in de lucht. Ik wil hem graag gaan plaatsen in deze wat rodere lucht. Een beetje zonsondergang lucht. Je ziet duidelijk dat het kleurtje hier komt helemaal niet overeen met die wolkenpartij daarachter. Dan kunnen we... Ik zweefde er al overheen over het vliegtuig. Klikken met die object selection. En vervolgens hebben we die selectie gemaakt en kunnen we natuurlijk gaan maskeren. Ik doe het voor het gemak eventjes hier onderin. Je ziet duidelijk, het matcht niet, het klopt niet. Het is veel te wittig, veel te blauwig licht tegenover die donkere achtergrond. Een belangrijke stap hierbij is dat het niet werkt wanneer je werkt met een masker direct. Want dan haalt hij nog te veel informatie uit de blauwe lucht eromheen en gaat hij eigenlijk fout. Dus wat we hier gaan doen is van deze laag een smart object maken. Dus een smart object met je rechtermuisknop, convert to smart object. En dan bakt hij eigenlijk alles in een groep. Met een dubbele klik kunnen we overigens nog wel die groep openen en dingen aanpassen. Maar daar gaat het nu even niet om. Het gaat om het bijwerken van de kleuren hier in deze foto zonder al te veel moeite. En dat doen we ook weer met die neural filters. Super tof. Aan de rechterkant gaan we kiezen voor de harmonization. Als we die weer aanschuiven, klik en hij doet het, dan kan je hier aan de rechterkant gaan aangeven met welke laag moet hij dan precies in harmonie gaan komen. Dan doen we dat met de background layer. En hij laat hem eventjes in op het device en vervolgens, dat misgetimed, zie je dat hij hem aanpast en matcht hij verdorie wel hartstikke goed met die plaat op de achtergrond. Natuurlijk kan je nog een beetje aanpassen qua saturation, cyan, magenta. Nou ja, alle kleuren kan je nog een beetje bijwerken. Misschien wil het iets meer overdreven hebben. Krijgen we dit als resultaat. Als ik er blij mee ben, dan gooit hij hem neer op een nieuwe laag, op een nieuw layer. Oké. En hebben we nu een duidelijk verschil met het vliegtuig wat het was. Totale mismatch. En met wat het nu geworden is, past er hartstikke mooi in. Nu hoor ik je denken, kan het nog gekker met die neural filters? Ja, we gaan nog één stapje verder. Er is nog veel meer mogelijk, maar dan hebben we nog een TechDM event nodig. Dus Bas, misschien voor volgend jaar. Ik heb hier een productie waarbij ik eigenlijk een heel mooi landschap heb. Maar het jaargetijde klopt niet. Eigenlijk zou ik dit, het lijkt een beetje lenteachtig wat hier gebeurt. De plantjes komen uit, de bloemetjes komen uit. Ik wil het wat meer richting de winter gaan trekken. Nou, daarvoor pakken we ook weer een neural filter. Want op de winter wachten, dat duurt best wel lang. Dus ik pak weer de neural filters erbij. En wacht even tot die geladen zijn. Ja, en hier zie je inderdaad dat ik hem nog eventjes moet gaan downloaden. En dan pas gaat hij het doen. Hoppatee. En nu kan ik hier aan de rechterkant vanuit deze presets een andere foto gaan selecteren. Bijvoorbeeld dat het sterven koud is. We klikken. Vervolgens gaat hij hem processen. En nu hebben we op basis van die lenteachtige foto
Hetzelfde landschap, maar het is toch echt wel een heel ander klimaatje geworden. En natuurlijk kan je met de strength nog gaan spelen en de zonsopgang. Nou ja, voor allerlei zaken kan je gaan beïnvloeden. Maar ja, dit werkt wel heel erg tof. Dus ja, wil je een van de andere presets gebruiken? Of je hebt zelf een mooie foto gevonden die je wilt gaan gebruiken als referentiemateriaal. Die kan je ook custom inladen. En vervolgens gaat hij dat ook prima doen. Dus ja, dat is ook wel iets wat heel erg tof is. En dus heel erg leunt op dat artificial intelligence. Ja, je laat gewoon de software je werk doen. En je hoeft niet opnieuw die foto te maken, opnieuw die fotograaf in te huren. We doen het lekker zelf. Of tenminste, Adobe doet het lekker zelf. En je hebt deze plaat gecreëerd. Als je mij vraagt van, goh, waar zit nou precies de toekomst in als het gaat om Photoshop? Ja, dan moet je echt zeker de neural filters in de gaten houden. Er wordt rijkelijk gevuld met steeds nieuwe opties. Waarbij Adobe ook echt uitnodigt om ermee te gaan spelen en er wat van te vinden. En dan wordt het allemaal steeds beter. Dus ga hier zeker mee spelen. En je maakt de mooiste foto's zonder dat je er al te veel zelf over na hoeft te denken. Dus dat is iets wat heel erg in de lift zit als het gaat om de toekomst. Maar die is dus bij de neural filters al lang en breed begonnen. Dus dat was de pijler ease of use. En nu hebben we het over de pijler ease of access, die ik ook wel heel belangrijk vind. Ja, de toegankelijkheid van jouw bestanden. We leven heden ten dagen meer dan ooit in de cloud. Waar we vroeger een aantal jaar geleden, misschien nog niet eens heel gek lang geleden, een beetje tegenop zagen, is het nu gewoon eigenlijk om je bestanden in de cloud op te slaan en er overal bij te kunnen. En dat wil je ook het liefste vanuit je creatieve software gelijk kunnen benaderen. En ook mooi, wanneer iets in de Creative Cloud staat, kan je het heel mooi delen met je opdrachtgever, met je collega's, met mensen die er iets van moeten gaan vinden. En werk je in de creatieve industrie, dan vindt iedereen er altijd wat van, wat je maakt. Dus je wil graag die toegang daartoe heel erg eenvoudig hebben. Nou kan ik dat ook heel goed demonstreren binnen in Photoshop. Dus we schakelen even over naar Photoshop. En daar ben ik bezig met een motion poster te ontwerpen aan de hand van diverse lagen. Dit is versie 1, nog een beetje schetsmatig. Maar op dit moment in het proces wil ik graag wel wat feedback hebben van mijn opdrachtgever of het de goede kant op gaat. Eigenlijk een go voor de volgende stap, het uitwerken. Concept is er. Wat vind je ervan als dit gaan uitwerken? Dit icoontje hier linksbovenin verklapt al dat dit document is opgeslagen in mijn Creative Cloud. Dat kan je heel eenvoudig doen door middel van Save As. En vervolgens kan je kiezen of je het op je computer wilt opslaan. Of dat je in het andere dialoogvenster het juist in de Creative Cloud wil gaan opslaan. Nou, in dit geval heb ik dus gekozen voor in de Creative Cloud en daar staat dit documentje nu al. In het kader van commentaarvragen, feedbackvragen, kan je dan het venster, window en dan comments openen. En daarin kan je dus heel eenvoudig commentaar kwijt, feedback kwijt. Sowieso kan je zelf al wat dingen bijschrijven. Handig om dat in je document erbij te hebben. Maar nog belangrijker vind ik het om het naar derden te kunnen delen. Naar je docent, naar je opdrachtgever, je klant, je collega enzovoort. En daarvoor moet hij dus wel in de cloud staan. Dus dat is wel een belangrijk dingetje. Ik kies hier voor share. Vervolgens wordt er dan een link aangemaakt. En het is wel even belangrijk om te bepalen wat iemand dan kan met die link. Dus alleen invited people, dus als ik daar een e-mailadres zou gaan invullen, dan kan ik aangeven wie er daadwerkelijk iets mee mag. Maar in dit geval wil ik graag iemand met de link toestaan om het te bekijken. Dus je kan het alleen maar vinden wanneer je de URL hebt en er commentaar op geven. En iemand zou het ook wel of niet kunnen gaan downloaden. Dat is een beetje aan jou wat je wil. Maar in dit geval wil ik de feedback graag hebben. Dus als ik dit nu wegklik, dan kan ik de link gaan kopiëren. Kan ik die geven aan een andere persoon en komt live in de app komt mijn feedback binnen. En dat kan dus zijn dat een logootje wat groter moet. Of dat is de verkeerde kleur. Of enzovoort. En vervolgens komt dat dus, wanneer je in Photoshop bezig bent, komt dat als een notificatie binnen. En kan je daarmee aan de slag gaan. Wat natuurlijk ook een mogelijkheid is, is dat je misschien geen device bij je hebt waar Photoshop op staat. En je wilt toch net die ene aanpassing maken terwijl je on the road bent. Natuurlijk kan je ook Photoshop op de iPad installeren. Maar stel dat je dat niet hebt en je wil graag in de browser in Photoshop aan de slag. Kan dat ook? Ja, dan, natuurlijk, anders zit het niet in deze presentatie. Kom op zich. Ik pak eventjes mijn Creative Cloud erbij.
Laten we hem even vergroten. En onthoud goed, wat ik zojuist heb gedaan is het opslaan van mijn documentje in de Creative Cloud. Dus daar staat mijn Photoshop document. En ik ga hier, als ik ben ingelogd bij Adobe, naar mijn Creative Cloud toe. Daar komt hij. Dit zijn al mijn leuke apps die ik heb. Maar wat ik belangrijker vind in dit geval is zijn mijn bestanden. Dus als ik hier naar Files ga, dan vind ik eigenlijk al mijn Creative Cloud bestanden. Waaronder mijn Motion Poster 1. Dat is degene waar ik zojuist aan heb gewerkt. Die staat public. Nou, hier zie je ook inderdaad dat die gedeeld is en deze dus niet. En als ik hier naartoe ga, dan opent hij het bestandje. Ook hier kan ik gaan commentaar geven wat ik wil. Dus ook, dit is eigenlijk de view zoals je opdrachtgever het zou gaan zien. Maar jij hebt de Creative Cloud, dus jij bent ingelogd. En dan zou je ook kunnen zeggen dat we hem graag willen gaan openen in Photoshop on the web. Photoshop opent zelf al gewoon de app op je computer. Maar ja, we hadden afgesproken, in dit voorbeeld hebben we dat dus niet. Dus we gaan naar Photoshop on the web. Is nog in beta. Maar dat laat al vrij snel. En hierin zie je misschien wat uitgeklede versie van Photoshop. Maar ik kan hier wel gewoon netjes bij mijn lagen. Die kan ik één voor één selecteren. Ik kan de teksten aanpassen. Ik kan gewoon netjes bij mijn Adobe Creative Cloud fonts. Ik kan mapjes openen. Eigenlijk alles wat je met je lagen zou willen doen binnenin Photoshop op je computer. Kan dus ook gewoon in de browser. De brushes zijn er, erasers. Nou, alles wat je maar zou willen kan je oppakken. Verplaatsen naar waar je het zou willen hebben. Nee, die tekst moet toch hier gaan komen. Allemaal geen enkel probleem. Op deze manier. Dus ja, je kan behoorlijk wat dingen nog aanpassen wanneer je in de browser werkt. En dat zal een trend zijn die je steeds vaker gaat zien. Waarbij de software prima zijn ding gaat doen binnen in de browser. Wat dus eigenlijk betekent dat de software niet meer op jouw computer draait. Maar dit gebeurt allemaal op de processing power van de machines van Adobe in de cloud. Dus dat houdt ook in dat je bijvoorbeeld Photoshop dus zou kunnen openen op een Google Chromebook. Kan nu niet, maar ja, binnen de browser kan dat dus wel. Want Photoshop kan je niet installeren op een Chromebook. Maar ja, binnen in de browser is dat natuurlijk wel gewoon prima mogelijk. Dit is een beta, dit geeft wel aan waar Adobe heen denkt te gaan. En ondertussen is hetzelfde ook aan de gang met Adobe Illustrator. Daar is ook een beta-programma van waarbij Illustrator in de cloud aan het draaien is. Dat werkt natuurlijk vanzelfsprekend ook nog een keertje een stuk sneller, omdat het heel erg op vector georiënteerd is. Dat is een behoorlijke ontwikkeling die gaande is, wat er steeds minder gaat vragen van de systeemeisen van jouw computer, maar meer eigenlijk van hoe goed je wifi-verbinding is. Maar dat is dus inderdaad een behoorlijke aanpassing als we kijken naar de toekomst van de Adobe software. En dan komen we nu tot de afronding van deze presentatie. En als daar dan een mooie conclusie aan zou moeten koppelen, dan hangt dat wel vast aan dat je hebt gezien dat Adobe Sensei heel veel van de dingen die je eigenlijk vroeger als vormgever moest doen binnen de software, nu van je gaat overnemen en al gaat automatiseren voor je. Die software gaat steeds meer kunnen, gaat steeds meer leren en daardoor jou heel veel werk uit handen nemen, waardoor het niet meer zo erg moeilijk is om een lucht te vervangen voor iets anders. Dat zou zelfs mijn buurvrouw van hiernaast prima kunnen. Nou zegt dat misschien niet zo heel erg veel, omdat je mijn buurvrouw niet kent. Ik wel, dus neem er van me aan dat met een klein beetje instructie dat prima voor elkaar te boksen is. Waar is dan de toekomst voor de mediavormgever? Nou, die mediavormgever die moet vooral heel erg goed zijn met het originele idee te gaan bedenken. Daarin zit de kans, want Adobe Sensei of wat voor artificial intelligence dan ook, die is niet bij machten om iets creatiefs te kunnen gaan doen voor je. Of misschien nog niet. Het staat niet stil, dus ook dat gaat steeds meer vooruit. Maar vooralsnog is het belangrijk dus om met dat briljante idee te gaan komen. Schets na schets na schets te maken om uiteindelijk iets origineels te hebben. Want daar kan je, als het goed is, straks heel erg goed jouw geld mee gaan verdienen. Nou, en daarmee wil ik graag een einde maken aan deze presentatie. Nee, toch niet. Want ik wil graag nog, het lijkt haast een Apple-presentatie, nog een one more thing. Want er zit heel veel embargo op wat we allemaal wel en niet mogen laten zien als Adobe Education Leaders binnen presentaties.
Want ik weet natuurlijk al wat meer waar de software heen gaat. Maar ik mag niet alles vertellen, ook niet alles laten zien. Maar ik wil toch een tipje van de sluier oplichten van iets waar ik heel erg blij van word. Wat in de nabije toekomst gaat toegevoegd worden aan de Creative Cloud. Dus een sneak peek, nog een one more thing. En dat heeft alles te maken met het ontwerpen van packaging. Ik neem je heel even mee nog, nu we toch nog even de tijd hebben, in de wereld van Illustrator. Hier heb ik in Illustrator een doosje gemaakt. Dus dat is de wereld van packaging. Even de interface een beetje groter. Ik wil wat dichterbij komen bij mijn plaatjes hier. Dus ik heb hier een prachtig mooi doosje ontworpen. En heb dat helemaal gedaan volgens de bruikbare normen. Dus ik heb hier snijlijnen in zitten. Ik heb hier vouwlijnen in zitten. Ik heb wat extra bleed toegevoegd voor het snijden strakjes. En dat is dus bij elkaar het doosje aan de buitenkant. En aan de binnenkant zit dan een patroontje met het Tech Jam event. Ja, het is niet zo erg fancy verder. Maar voor het idee van packaging, waar dat dan weer heen gaat, is het denk ik wel een goeie. Want vaak werk je hierbij dat als je zo'n doos ontwerpt, dat je graag wil dat alle zijkantjes netjes op elkaar aansluiten. Dat alle illustraties mooi met elkaar matchen. Om dat voor elkaar te krijgen, moet je heel regelmatig toch hem even uitdraaien. Met je Stanley mes hem schoonsnijden, in elkaar vouwen. En kijken of het allemaal is zoals je het had gedacht. En dat is best wel tijdrovend. Dan heb je hem weer, tijdrovend. Dus hier wordt weer gevraagd aan de software van, joh, hoe kan je dit nou verder gaan versimpelen? En daarvoor kan je dus in de toekomst gebruik gaan maken van een nieuw stukje software. Ik weet niet zozeer of het nou gaat landen binnen Illustrator, of dat het een aparte tool wordt. Het heeft nog een projectnaam, Project Fantastic Fold. Moet je maar eens naar zoeken op het web. Dan kan je daar je Illustrator document inladen en wordt daar dus een 3D model van gemaakt. Dus digitaal kan je dan je doosje in elkaar bouwen en zien of alles netjes matcht. En wat je daarvoor moet doen is hier in de lagen eigenlijk gewoon simpelweg ervoor zorgen dat je drie verschillende versies hebt. Eentje waar de texture in zit. We gaan het hebben over een 3D doosje, een 3D model. Dus die texture is van belang. Die zit in een aparte laag. Ik zal deze even uitzetten. We hebben de vouwlijnen. Dat zijn de rode lijnen die in het document zitten. Waar dus netjes gevouwen gaat worden. En we hebben de snijlijnen. Nou, het is zaak om die alle drie vooralsnog apart te exporteren. Apart op te slaan als een PNG of een SVG bestand. Een Scalable Vector Graphic. En wanneer je die hebt geëxporteerd. Dan komt het stukje wat ik je niet mag laten zien. Maar dat mag een hele aardige dame van Adobe zelf wel doen in deze video. Dus ik pak even de website erbij en druk op play. So these are the types of problems that packaging designers run into every day. So we're working on some new tools to not only avoid these types of mistakes, but also to allow you guys to get even more creative with your ideas. So our tool called Project Fantastic Fold takes your 2D die lines, figures out how they fold up, and provides you with a 3D preview. So let's say we want to add a design to the side of this box here. So I can select these panels in 3D, and then I can use our smart unwrapping tool to lay out the panels that I selected in 2D in an orientation that matches how they're going to come together when the box is folded. So this way, I can just take my design, and I can just drag it across all three panels in a single step. And at the same time, I get this really nice 3D visualization, so I can be really sure that everything's going to line up exactly how I'm expecting, and it's all going to work out. So when I'm happy with this, I can switch out of Smart Unwrapping view and back into the fully flattened view. And you can see that the tool has automatically taken our design, applied it to all three of the panels, applied clipping masks, figured out all of the rotations and offsets for us. So we can keep adding our graphics this way, and I'm just going to load up a design that I finished a little earlier. Let's see. We end up with something that looks like this. Cool.
And so once we're happy with this, we can export it as a 3D model and we can bring it into Adobe Dimension. Oh, stop, vanaf hier mag ik het wel weer zelf laten zien. Ik heb het bestand gedownload vanaf fantasticfold.com, waar je overigens ook gewoon zelf naartoe kan gaan en een beta kan aanvragen, een private beta. Maar ja, ik heb het 3D bestand gedownload en ga in Dimension daarmee verder aan de slag. Zou ook in Stager kunnen als ik het wil gaan animeren. Ik kies hier eventjes voor Dimension en ik maak een nieuw bestand aan. En ik importeer mijn zojuist gedownloade doosje. Dus ik ga naar import en dan gaat het om het 3D model. Vervolgens heb ik hier mijn gedownloade bestandje. Ik kies voor open. En daar komt de box met het logo erop en alles precies zoals ik hem heb in elkaar gevouwen. Vanuit Illustrator. Nog niet zo lang geleden in Illustrator een plat model. En nu hebben we een 3D doosje wat er nog niet heel representatief uitziet. Maar laten we toch even Dimension dan eventjes onder de loep nemen. Want als ik hier tussen al mijn assets ga kijken, dan vind ik helemaal onderin ook een aantal backgrounds waar ik hem zou kunnen neerleggen doosje. Nou, laten we een koffietent pakken. Dan zien we hem hier in de lucht hangen. Natuurlijk leuk als hij op de tafel komt te liggen. Je kan overigens ook je eigen foto's gebruiken hiervoor. Maar wat wel tof is, is dat je hier kan kiezen voor Match Image. En dan gaat die 3D-grid gaat die gelijk trekken aan de tafel. En ook de belichting meepakken. Dus nu ligt hij netjes op de tafel. En ja, kan je dus een mooie render ervan maken met misschien nog wat meer objecten eromheen. Heb je een foto waarbij de tafel wat meer vanaf de bovenkant te zien is. Ja, dan zie je ook het logo wat meer vanzelfsprekend. Maar ja, wanneer je deze gaat renderen, dan pakt hij de belichting mee. Ik render hem even als een Photoshop document op mijn desktop render. En dan krijg je dus een PSD'tje met diverse lagen erin, waardoor uiteindelijk ik in Photoshop nog wat kleurcorrectie kan doen, wat dingen kan gaan toevoegen. Dan heb ik dus wel echt een mooi realistisch doosje gemaakt, wat ik heel mooi aan de klant kan laten zien, mooi op een display kan neerzetten. Heb ik een behoorlijk nieuwe techniek toegepast die nog niet eens echt officieel uit is, maar denk ik wel een heel belangrijke gaat worden binnenin de packaging industrie. Dus dat was even een sneak peek over wat er allemaal nog aan zit te komen. En geloof me, Adobe heeft zeker nog meer up its sleeve voor de toekomst. Is eigenlijk het einde van deze uiteenzetting van diverse zaken die er aangekomen vanuit Adobe. Ik hoop dat je het een leuke presentatie vond. Kijk je deze video terug op YouTube, vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te subscriben op mijn kanaal. Want zodra er weer iets nieuws van Adobe voorbij komt, vind je hier ongetwijfeld weer snel een tutorial van. Dus ik zeg alvast, tot de volgende!